Ja, zo hebben we er eigenlijk nog nooit bij gezeten. Giel en ik achter de vleugel naast een wereldster. De Nederlandse pianist Ralph van Raat. Het is ons dan ook ernst. Zeppen is de komende 10 minuten verboden. Laten we dat met elkaar afspreken. We gaan luisteren naar en praten over moderne klassieke muziek. Raadselachtige, onbegrijpelijke muziek. Vinden velen. Dat is niet erg, maar wel jammer. Het is de muziek van de Mozarts en de Chopins van deze tijd, zou je kunnen zeggen. En hij speelt dat als de beste over de hele wereld. De componisten schrijven zelfs speciaal voor hem. Vrijdag speelt hij het Muziekgebouw aan het IJ. Ralph van Raat. Wat goed dat je er bent. En je bent, behalve dat je een weergeloos pianist bent, ook een soort missionaris. Je moet voortdurend maar uitleggen waarom je die muziek mooi vindt. Of wat je erin ziet. Ja. Vermoed je dat wel eens? Nee. Het is voor mij het allermooiste als je mensen hebt die de muziek eigenlijk niet begrijpen. En zeggen, ja, dat kan mijn kleine neefje ook of wat dan ook. Terwijl ze dan uiteindelijk, als je er maar iets over zegt of als je het speelt, dat ze dan ervan overtuigd raken en zeggen, ja, ik vind het heel erg mooi om te horen. Ik vind het jammer dat ik het niet eerder heb gehoord. Want er zit zo ontzettend veel in die muziek. En dat is eigenlijk gewoon het fantastische element van de hedendaagse muziek. Want jij hebt ervoor gekozen of is dat een straal gods die gewoon zegt van Raad, jij gaat moderne muziek maken? Nee, ik heb er wel echt voor gekozen. Ik was een jaar of 13, 14 toen ik voor het eerst over las, puur uit boeken. Ik was ook geïnteresseerd in jazz en natuurlijk klassieke muziek en ook popmuziek. Maar ik vond het zo jammer van klassieke muziek dat niet al die invloeden, hè, die gave ritmes van popmuziek en van jazz, dat nou niet in de klassieke muziek zat. En toen ben ik een beetje gaan lezen over wat heb je allemaal voor muziek en hoe zit het met de theorie van klassieke muziek en zo, kan ik daar nog wat mee. En toen las ik over dat er componisten zijn die al die invloeden gebruiken tot een nieuwe taal. En dat waren de componisten van nu. En dat speel eerst eens een stukje, ik zou bijna zeggen Mozart. Gewoon melodie, lyrisch, misschien zelfs roerend. De muziek, music for the millions zou je bijna willen zeggen. Dat zullen heel veel mensen zeggen, dat speelt hij mooi. Maar jij doet iets anders. Nu even, pak ons even bij de lurven met moderne muziek. Wat speel je nu? Dit was een onderdeel van hetzelfde stuk wat ik net speelde. Het is bijna ongelooflijk. Van Frederick Jeschke, een Amerikaanse componist. The People United Will Never Be Defeated. Het is eigenlijk een heel lyrisch. Want heel veel mensen zullen zeggen, dit speelt hij geen tweede keer. Ik wil het zeggen, hij deed maar wat. Doe het nog een keer. Dan kan. Ja, het is helemaal uit. Het is hetzelfde. En nu gaan we een stap verder. Dit is het. Ja. Nu zeggen nog veel mensen, ja, hier moet ik aan wennen. Dit is met raar, hermetisch, onbegrijpelijk. Zeg nog iets of speel het desnoods nog een keer waarop we bijna erin gezogen worden. Ja. Dit is mooi. Nou, wat zo ontzettend goed is aan dit stukje. Kijk, als we dat begin horen van dat themaatje. Dat kunnen we allemaal volgen. En dat is een bepaalde emotie. Melancholisch, noem maar op. Nou, in dit specifieke stuk gaat het eigenlijk om dat de componist een strijd wil uitbeelden. Het was ooit de strijd tegen Pinochet, dus tegen de dictatuur. En wat wil je dan uitdrukken als componist? Boosheid. Nou, Chopin deed bijvoorbeeld op die manier, dat is ook al chockerend. Maar tegenwoordig hebben die componisten er niet meer genoeg aan. En wat zo ontzettend goed is, is dat ze dat thema pakken. Dat is. En dat gaan ze helemaal over het toetsenbord verspreiden. Dat je het helemaal niet meer terug hoort. Met allerlei loopjes, waardoor je eigenlijk dezelfde eenheid bewaart. Dus je hoort nog steeds. Dan moet je het wel inderdaad vier keer horen. Maar je hoort in wezen het stuk nog. Maar met een enorme kwaadheid. Of met een enorme energie. En die passie. Ja, ik ben zelf ook nogal geagiteerd vaak. Maar, dus ik kan me er heerlijk in kwijt. Maar die hoor je erin terug. Kan jij je voorstellen dat mensen zeggen, ja, maar ik wil melodie. Ralph van Raat, maar ik wil ontroerd worden. Ik wil erbij in slaap soezen. Ja, muziek is vaak dat je weet wat er gaat komen. Dat je heerlijk mee zit te deinen. Of al is het keihard dan nog, zoals die Metal League Lore, dan weet je gewoon wat er komt. Ja, dat is in deze muziek inderdaad helemaal niet. En dat is juist ook zo fijn, want daardoor kan je laten verrassen. Maar, zet je het niet in de auto op als je gewoon even. Nee, het is wel muziek waar je inderdaad naar moet luisteren. Maar het wordt wel steeds makkelijker. Het grappige is, misschien kan ik dat heel even spelen. Je hebt de componist Anton Webern. Nou, dat was. Begin vorige eeuw, begin 20e eeuw. Nou, dat is haar stokoud. Nou, die schreef een stukje, een groot stuk pianovariaties. Dat als ik het heel simpel speel, het begin, zo speelden die componisten en pianisten dat in der tijd. Nou,
lijkt wel robotmuziek. Mm-hmm. Maar men is erachter gekomen dat deze muziek heel erg melodieus is. Deze componist die wilde dat het als Mahler klonk. En uitdrukking, emotie in twee noten en niet in een uur. Dus het ligt aan hoe je het speelt. Kijk, als ik het zo speel, hoop ik, dan hoor je de vertwijfeling en alle donkere gevoelens die de componist had. Dan krijg je toch een ander soort effect. Ik wil iets laten zien. Want er zijn de Chopins van deze tijd, de Mozarts van deze tijd, die we misschien over 100 jaar pas gaan eren in hun volle glorie. Ja. Ze maken speciaal voor jou stukken. Jij bent echt voor hun heel belangrijk. Laten we even naar kijken. Ik vroeg me af, wil je het accent op de tweede, op de napik? Of op de eerste? Ontzettend goede vraag. Ralph zie ik echt als de grote boodschapper van mijn pianomuziek. Hij begrijpt gewoon elk ding moeiteloos. For a relatively young musician to actually have that degree of awareness of the cultural range meant that he had the right kind of right inquiring mind. Ah, it's good. That's the idea. Er is een prachtige box van je uit, 5 cd's met al deze muziek. En je gaat nu uiteraard iets voor ons spelen. Ja. Wat ga je spelen? Ik ga spelen een kort stuk dat heel erg de ritmiek, vind ik, van deze tijd weergeeft. En de hectiek. Het duurt maar 50 seconden. Het is heel snel. Van Eino Johanni Rautavaara. Dat is een Finse componist die momenteel in de 80 is. En een van die stukken die zo ontzettend energiek is. En waar je ook toch een beetje een popmuziekachtig ritme in hoort. Giel en ik blijven zitten. Oké, dat is goed. Als ik af en toe iets in moet drukken. Ja, oké. Misschien die ene. Kan via onze website kans maken op 1 van de 3 van Raadboxen die wij gaan weggeven. Straks de tv-kantine met Carlo en Irene, met op de bank slachtoffers Maarten van Rossum, Erik van Tijn en Mary Borsato. Ook dit seizoen meer nieuwe persiflages, waaronder Natasja en René Vogger. Hey, Gerard. Hey. René. Ja, dat. Happy even. Ja, natuurlijk. Vraag jij maar lekker door.